Beste keukenvrienden, ja, jullie kennen mij natuurlijk van simpel, snel en smakelijk. Maar ja, we hebben nu even de tijd. Ja, we kunnen eigenlijk nergens heen. Ik bedoel, alle winkels zijn dicht, restaurants zijn dicht. Dus we hebben even de tijd. Dus we gaan even voor langzaam en lekker. Dat gaan we doen. Kijk, ik maak vandaag een rozijnenwegge. Harry's rozijnenwegge. Je kan natuurlijk ook krenten nemen en dan heet het Harry's krentenweg. We beginnen met 500 gram bloem. Even 7 natuurlijk. En daar gaat dan een theelepeltje zout bij. Hop. En nu gaan we goed opletten, vrienden, want dit is niet heel erg simpel, maar wel heel erg lekker. Let op. Pannetje op het vuur. Daar beginnen we mee. Daar gaat in 150 milliliter melk. Hup. Die zit erin. Vrienden, bastardsuiker. Gaat erbij. Gist. Gaat er ook in. Hup, zit erin. En dan blijf je roeren totdat de melk lauw wordt. En dan laat je het even 10 minuten staan. Ik ben nu bezig met een kuiltje maken hier in de bloem. Gezien? Ja. En daar gaat het pannetje in. Kijk, met de gist. Kijk. Ha. De gist en de melk en de hele klerenzooi, die zet hij nu heerlijk hierin. En dat ga ik eens eventjes lekker door elkaar werken. Kijk, 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 kijk. De rest van de bastardsuiker gaat erin. De kruiden gaan erbij. Hop. De boter. En 2 eieren. En dan is het tijd voor de werk. Ja. Dit hoort er ook bij. En dat is juist zo leuk bij het rozijnen weggemaakt. Af en toe een beetje melk erbij. Dan wordt het een lekker deegje. Ja, ik laat hem even zien. Ja, hey, ziet hij er even goed uit of niet? 10 minuutjes met zo'n ding en klaar is Kees. Nou, dan gaat er een hele mooie theedoek overheen. Hop, en dan zet je hem lekker op een warme plek ergens. En dat laat je een uur staan. Nou, is die mooi gerezen of niet? Ja, en of. En dan gaan we hem gewoon prachtig uitrollen hier. Kijk, ja, 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 ja. Hé, hey, is die mooi uitgerold of niet? En nu, kijk, daar zijn ze. De rozijnen van Harry's Rozijnenweg. Die gaan hier allemaal overheen. Kijk, die gooi je hier gewoon. Er moet een lekker vel rozijnen in natuurlijk, hè. Ja, kijk, kijk, kijk. Hoppakee. Dan ga je dat een paar keer zo druppel vouwen. En nog eens een keertje goed kneden, allemaal. Kijk. Ja. Ha. Jongens, dat is een wegge dit hoor. Ja. Zie je dit? En dat maak je gewoon weer zo'n lekkere, mooie, ronde bal van. En dan leggen we hem zo in de schaal. En die gaat nog even lekker 3 kwartier weer rijzen. Ta-ta-da-da. Kijk eventjes hier. Ja, we zijn 3 kwartier verder en hij is gerezen. En kijk eens hoe mooi die geworden is. Ja, je vouwt hem gewoon even zo in een vormpje en dat is het dan. En kijk nou. En nou gaat hij lekker de oven in. Deze rozijnen weg. En dan is hij over een minuut of 40, 50 is hij klaar. En dan gaat lekker dik roomboter op. Ja, dat moet. Ja, dat is verplicht. Komt ie, hè? Hé, jongens. Dit is hem, hoor. Hé. Harry's Rozijnenwegge.